Voor een duurzame ontwikkeling en behoud van leefbaarheid in Amstelrade gaat het gebied de gijzelaar op de schop. Er komt onder andere een aantal nieuwe woningen, de hoeskamer Koeteleboet wordt opgeknapt en de basisschool wordt verplaatst. De Koeteleboet wordt helemaal gerenoveerd zodat dat nog zeker 15 jaar levensbestendig is, zodat de verenigingen daar kunnen blijven. De basisschool wordt verder naar het gebied in verplaatst, kort bij het voetbalveld, zodat we in de toekomst, mocht het nodig zijn en de Koeteleboet verplaatst, daar wel een samenhang hebben van de gebouwen, zodat de VV Amstelrade, die wat ook een nieuwe kantine en kleedlokalen krijgen, dat dat in de toekomst samen benut kan worden met de basisschool. Achter ons zien we de voetbalvelden, die blijven eigenlijk liggen. En daartegenaan komt de nieuwe schoollocatie, dat we echt een sport- en onderwijslocatie krijgen. En we staan nu eigenlijk op een nieuwe ontsluitingsweg die we door het gebied heen trekken, om de ontsluiting van de school en het verkeer aan de Gijzelaar te ontlasten. De Gijzelaar wordt niet alleen verkeersarmer, het gebied in en rond de straat wordt ook groener. We trekken de woningbouw een beetje hier naartoe, waardoor aan de Gijzelaar zelf een ruimte ontstaat voor een enorme vergroening van de straat. Dus er komt echt een flink stuk groen aan die kant van de straat. We proberen de gebouwen redelijk compact bij elkaar te houden. En waardoor we brede straatprofielen kunnen doen, waar we flink wat groen in kunnen zetten. We hebben aan de Gijzelaar bijvoorbeeld eigenlijk het speelplaats van de school. Wordt eigenlijk bijna een soort klein parkje wat aansluit op het groen naast de planlocatie. Dus we maken eigenlijk gebruik van het groen wat er al is en dat proberen we te versterken. De totale kosten worden geschat op zo'n 7,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 4 miljoen voor de school gereserveerd is. De werkzaamheden starten volgend jaar. Verwacht wordt dat bij het begin van het schooljaar 2023 het project afgerond is. Nou, ik hoop als de basisschool klaar is dat we wel het jaar daarna uiterlijk de voetbalclub de nieuwe locatie kunnen geven, de nieuwe kantine, de nieuwe kleedlokalen, dat die in gebruik kunnen worden genomen. En dan zou je in de planning eigenlijk kijken naar het seizoen 2023-2024, augustus 2023.